Goedemorgen, Céline. Goedemorgen. De laatste dag van de Baloise Belgium Tour. Jazeker. Ik denk dat de challenge die jij hebt meegegeven aan al je knechten goed heeft gewerkt. Als ik de stand zo zie. Ja, ik heb het gezien. Ze hebben aardig wat kilometers bijgemaakt. Dat is wel heel goed. Ja, ik heb even de stand bekeken. Het is ongeveer nog zo'n ongeveer 1000 kilometer verschil met de nummer 2. Denk je al een beetje aan de overwinning? Stiekem wel een beetje wel, ja. Ja. En wat is het plan? Heb je al champagne gekocht? Wat gaan we doen als we gewonnen hebben? Ja, dan gaan we natuurlijk wel vieren met iedereen die mee heeft gedaan. Dus ik hoop dat we ook allemaal mee vieren. Nou, en als je gewonnen hebt, vooral even iedereen bedanken, denk ik. Want ik denk dat je ploeggenoten enorm goed werk hebben gedaan. Absoluut. Ik ben apetrots op ze en erg blij dat ze zoveel werk voor mij hebben geleverd. Dus eigenlijk zeg je al, het is eigenlijk al bijna wel binnen. Stiekem denk ik wel dat het in orde is, ja. Ik denk ook dat het gat best wel, met zo'n ongeveer 1000 kilometer, dat het tot nu toe gereden is, dat het wel vrij goed zit, ja. Ja. Dus succes nog morgen. Dankjewel. Of in ieder geval vandaag, maar dan hoop ik je morgen te spreken. Ja. En dan dat ik je tot eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour kan kronen voor 2020. Ja, dat heb ik ook. Zou leuk zijn. Nou, succes nog en nog een fijne zondag. Oké, bedankt. Doei, doei.